enige croupier met een eigen casino. Dames en heren, Mark Kleinessink. Goedenavond allemaal. Het is weer zo laat. Casino Royale met vier kandidaten die hun speelgeld van 100 gulden, hun inzet van 100 gulden zelf hebben meegenomen. Wie weet wint een van hen vanavond wel die mooie auto. Ik ga ze nu voorstellen. Als eerste de dames. Annette is een werkende moeder uit Beuningen en Natasja is een moeder van een zoontje uit Amsterdam. Kom maar. En zij spelen vanavond tegen twee heren. Peter heeft een reclamebureau in Rotterdam. En Ted is een enthousiast paintballer. En komt uit boven Karspel af te komen. Ja. Een mooie act. Ik dacht, waar blijven jullie nou? Maar jullie hadden een act ingestudeerd. Ja, wist niet wie er als eerste op moest. Ja. Ik heb voor iedereen een envelopje. Rode voor de dames. Maak hem maar even open. Laat maar zien wat erin zit. Twee zwarte voor de heer. Een klavervrouw, een hartenvrouw, een hartenheer en een klaverheer. Harten bij harten, dat gaan we even zo zetten. Natasja aan deze kant, Annette aan deze kant, kleine dans. Nou, dit zijn de koppels waarmee we gaan spelen. Het eerste spelletje, Blackjack. Lopen jullie mee? Eerste spelletje, Blackjack. Wie het eerste 21 heeft, heeft gewonnen. Wie het eerste past, wint bij een gelijk spel. 100 gulden. Ja, dan gaat iedereen weer met zijn handen boven elkaar zitten. Maar ik moet eerst even 100 gulden in, Peter. Ja, dat gaat wel van het, aan het hart, wat hoor. Wat een mooie das, zeg. Hey. Ja. Net. Even kijken, er staat hier ook iets wulps op. Kunnen we dat zien met de camera? Dat hoort bij het werk, hè? DT Peter. kunnen we dat inzoomen? Zien we dan, ja? Ja? DT Peter, waar komt dat vandaan? Nou, dat is met mijn werk. We hebben twee Peters op de zaak. Ja? En DTP staat voor Desktop Publishing en dat werk doe ik. Dus vandaar de logische combinatie DT Peter. DT Peter. Ja. 100 gulden van Natasja en 100 gulden van Ted. Dat bergen we op, want daarvoor gaan we spelen. Dat is de pot en degene die het eerste rondje wint, neemt dat geld mee naar de Memory Blackjack. Nu mogen de handen op elkaar en op de knop komt de eerste vraag aan. Wordt door de wereldbevolking meer of minder dan 55 miljoen keer per dag de liefde bedreven? Wat denken jullie? Hoe vaak wordt de liefde bedreven over de hele wereld? Minder? Ja, meer of minder? Minder? Minder. Minder dan 55 miljoen keer? Zal ik het antwoord eens geven? Meer! 100 miljoen keer per dag! Als je er toch een voorstelling van maakt, hè? Goed, was dus fout. 100 miljoen keer per dag, hè? Moet er niet aan denken, word er niet goed van. Een 9, neem of weggeven? Nou, die geven we echt wel weg, denk ik. Ja? Ja. Oké. Okay. Bij de buren, 9, wat krijgen jullie zelf? Zat hij er recht in? Nee. Zo. Een 8 voor Ted en Natasja. Nou, zeg nog niks. Tweede vraag. Wat eten wij vaker buitenshuis? Chinees of Italiaans? Peter en Annette. Ja. Chinees? Chinees, ja. Chinees, nog steeds. 16% en 4% Italiaans. Goed geantwoord. Je staat op 9. Wat kan daarbij komen? Ja. Ik hou de kaart nog even achter, totdat iedereen weer kijkt. Ja, een 10 kan je erbij pakken. Kom je op 19. Wat doen we? Kun je maar doen, hè? Houden? Ja. Het is wel een mooi kaartje natuurlijk. Hè? Ja? Ja, we houden hem wel. Ja. Goed, kom je op 19 te staan? Wat krijgen de buren? Ze staan op 8. Daar komt bij een 10. Komen ze op 18. Goed. Dat is mooi. Wat doen we? 19 en passen? Dat denk je. Passen. Het hoeft niet. Ja, het is een goede gok. Ja? Ja. Passen, hè? Ze moeten er toch boven komen. Ze moeten er boven komen. Ja. Ted en Natasja op 20 of 21. Ja. Oké, okay. Pas op 19. Ja, mag je handen weer loslaten, eindelijk, gelukkig. Oké, okay, komt ie aan. Wat is voor veel vrouwen de belangrijkste eigenschap van mannen? Dat u humor heeft of goed meehelpt in het huishouden? Mag jij zeggen. Nou, Natasja, humor. Dan willen we het weten ook. Humor. Humor? Ja. Dat zou ik ook vinden, maar de meeste vrouwen vinden goed meehelpen in de huishouding. Dat staat... En op 2 staat dat hij goed kan luisteren, naar haar natuurlijk. En 3 lief en zorgzaam, pas op 7 of hij ook nog een beetje grappig is. Nou, ik weet niet wie er ondervraagd zijn hoor. Dat was dus fout, krijg je de bovenliggende kaart. Je staat op 18. Mag niet meer zijn dan een heer. Als je een dame trekt of een heer, ben je binnen. Ben je boven de 19. 25, het is nu al afgelopen, helaas. Jullie gaan door. Dit is een razend... Natasja staat even te kijken van hoe is het nou al afgelopen. Zo snel is het gegaan, er waren maar 3 vragen voor nodig. Ja. Wat jammer nou. Ja. Het is niet anders. Ted en Natasja,
Dat als je dan nog even snel wat je doet, buiten het hebben van een heel lief zoontje? Ik volg een schipperopleiding. En wat word je dan uiteindelijk? Nou, dan kan ik eigenaresse dus van een reisbureau worden. Nou, hopen dat dat lukt. En Ted, je bent een enthousiast paintballer. Leuke sport, ja. Ja, leuke sport. En daarbij studeer je ook nog, hè? Ja, gedeeltelijk werken, studeren. Oké. Okay. Succes, mensen. En jullie succes met alles wat je verder doet. Geef ze nog een hartelijk applaus. Ted en Natasja. En wij gaan naar de Memory Blackjack. Loop maar mee. €400 wonnen jullie met z'n tweeën, Peter en Annette. Peter hebben we als we net al even besproken, reclamebureau heeft hij. Annette, daar willen we nog even wat van weten. Ja. Wat zeg je? Ik heb geen reclamebureau. Was het maar zo? Was het maar zo? Ja, moet de hele dag DTP-tekeningen maken. Oh man. Annette, wat doe jij? Ik werk voor een uitzendbureau op het hoofdkantoor, centrale administratie en de loonadministratie voor de uitzendkrachten regelen en secretariële werkzaamheden. €400 hadden jullie, dat gaan we delen. Allebei €200 krijg je nu mee bij de Memory Blackjack. 16 kaarten in het spel, 2 volledige setjes van 7 tot en met de A's. Als je wint, dat doe je pas bij 21 en dat doe je ook wanneer je 5 kaarten hebt binnen de 21, dan verdrievoudig je stand. Win je nou omdat de ander zich heeft doodgespeeld, dan verdubbel je je stand. Eerste ronde, let op, wie het weet mag gaan drukken. 4 plaatsen, 1 bestaat er niet. Westbierum, Oosterbierum, Pietersbierum, Seksbierum. Welke bestaat niet? Annette. Seksbierum. Dat is nou die beroemde plaats waar we altijd zo moeten lachen als we aardijs kunnen krijgen. Seksbierum. Even kijken hoor. Ja, Westbierum, dat bestaat nog niet. Oosterbierum bij boven Harlingen en Pietersbierum ook boven Harlingen. Alles ligt boven Harlingen, ook Seksbierum ligt boven Harlingen. Goed, je mag gaan draaien. Oh, nee, je mag dus niet gaan draaien. Peter mag gaan draaien. Ja. Oh, dat is niet Seksbierum is fout. Ja, ik begin met het met 12 alsjeblieft. Oké. Okay. Een aas, dat is niet slecht. Dat is niet verkeerd. En doe daar maar 16 bij alsjeblieft. 16 erbij, maar je mag er maar 1 nemen. Ja. De aas. Laat maar de aas doen, ja. 1 of 11, makkelijke kaart. Goede kant ermee op. Komt de volgende vraag. 4 woorden achter elkaar. Bij 3 ervan kun je hetzelfde woord ervoor of erachter zetten. Bij 1 ervan lukt dat niet. Bij welk woord gaat dat niet? Annette. Bij radio. Wat had je dan gedacht? Broek, rok, regenbroek, spijkerbroek. Ja, een broekrok. Joep van het Hek heeft altijd zo'n hekel aan broekrok. Regenboek, spijkerboek en dat was goed. Wat gaan we draaien? 1. 7. En 13. 13. Dan had ik de 10 graag. Ja, want anders pakt de buurman me zo direct natuurlijk even die 21. 10 en de 7 draaien weer terug. Volgende vraag. Fotovraag van bekende zangeressen. 4 bij elkaar. 1 ervan hoort er in het rijtje niet thuis. Peter. Ik dacht Peter. Nummertje 3. En waarom dacht je dat? Het is een gok. Het is gewoon een gok. Is een gok. Heb je volgens mij heel goed gegokt, is toch zo? Ja, ja, want de rest heeft namelijk James Bond thema's gezongen en zij nog niet. Ja. Wat gaan we draaien? Je bent op zoek naar een 10, maar er is er alleen uit. Ja, dat is heel jammer. Tweede? Dat is de vraag. Ik gok met nummer 14. Zou die hier liggen in het eerste spelletje voor jou zijn? Nee, dat is een dame. Dat is een dame. Nou, laten we dan maar gelijk nummer 15 nemen, die ligt er toch naast. Praktisch ingesteld. 7, kom je op 8 of 18? Dame, kom je op 3 of 13? Geef mij de vrouw maar, alsjeblieft, Mark. Oké, 3 of 13. 7 gaat weer terug. En de volgende vraag. 4 plaatsnamen, 1 hoort er niet in het rijtje thuis. Welke is dat? Goed kijken, zie je het vanzelf. Volgens mij. Probeer even een verband erin te zien. Ja? Montreux. Montreux, waarom denk je? Gok. Dus een gok heb je volgens mij goed gegokt. Want het lichaam in Zwitserland en de andere liggen in Frankrijk. Op zoek naar de aas, Annette. 2. Hier misschien het eerste potje voor jou? Nee, nog niet. Kom je op 13 met een heer erbij. En de 5. Hier misschien. Ja! Hij is in 21. Dat betekent, jouw stand gaat verdrievoudigen naar €600. En we gaan nog een volgend spel spelen. En een applausje voor Helene. Helene zit er schitterend uit, moet vast nog ergens naartoe vanavond. Oké, volgende spel. Kan nog alles gebeuren, Peter, want wie er nu wint op 21 of met 5 kaarten, verviervoudigt zijn stand. En als je je dood speelt of de ander speelt zich dood, verdrievoudigt je stand. Kaarten moet ik omgekeerd houden. Eerste vraag, komt-ie aan. Internationaal filmacteur Jeroen Krabbé. En 4 zaken daarnaast. Dynasty, zeg maar. Sorry. Annette drukt het eerst, daar brandt het licht. C, The Hitcher. The Hitcher, even controleren. Dat is inderdaad goed.
Daar speelde Rutger Hauer in en niet Jeroen Krabbe. Daar gaan we weer. 14. Een 10. En 4. En een 4. Een 8. De 10 raar. 10, kan ik me voorstellen. 8 draaien weer terug. Radio- en televisiepresentator Bas Westerweel. Daarachter Fort Boyard, Klokhuis, Basta en de top 40. Was niet goed, Peter? Volgens mij de top 40 niet. Even kijken, is dat goed? Ja, dat is goed, want dat wordt gepresenteerd door Gijs Staverman. Onze Gijs van de Staatsloterijshow ook. Wat gaan we draaien? Ik begin met 12. Een boertje. En doe maar nummer 13. Dame, dame van boer. Was dat vreemd? Ja, de dame maar. De dame, dat is een... Boer zou vreemd zijn natuurlijk, hè? De derde, onze minister Maaijweg met 4 kenmerken erachter. Verkeer en waterstaat, sociale zaken, dimlicht en Partij van de Arbeid. Peter. Volgens mij heeft ze niets met sociale zaken te maken, maar kan ernaast zitten. Daar heeft ze wel iets mee te maken, maar ze is geen lid van de Partij van de Arbeid. Ze is van het CDA. Annette. Nummer 8 graag. 9, kom je op 19. En nummer 16. 9 om 9, nou. Wil je het kleurtje erbij van dezelfde soort? Doe de rode maar. Nou, toch een andere, ja. Nee, gaat weer terug. Komt-ie aan. Topacteur Jack Nicholson. Cher, Susan Sheridan, Gina Davis, Michelle Pfeiffer. Dat is wel lastig. Ik gok gewoon. Ik dacht, Cher niet. Cher. Even kijken, nee. Gina Davis. Die andere drie hebben namelijk samen met hem gespeeld in de Witches of Eastwick. Dat was een moeilijke vraag. Ja. Maar een prachtige film. Annette, de kans. Om het eventueel uit te maken. Je hebt een dame nodig, is er alleen uit. Ligt hier die dame onder? Nee, een aas. Spannend. Kom je op 20? En nummer 6. Nummer 6. Zou ze hier onder liggen, die dame? Een boer. Wat wil je, een aas of een boer? Doe de aas maar. Oké. Okay. Pak je die vast in ieder geval voor zijn neus weg. Ja. Die gaat weer weg. Zanger Huub van der Lubbe. En daarachter... Vier zaken, de dijk, de aanslag, de muur, brandende liefde. Ik dacht de aanslag. De aanslag. Even kijken. Nee, daar speelde hij wel in. Ja. De muur, dat heeft hij niet gezongen. Dat is een nummer van, door het klein orkest. Zonde. Dat is zeker zonde. Ja. Maar voor Annette misschien goed nieuws. Mag ik nummer 6? Nummer 6, want jij bent op zoek naar een boer namelijk. Dat weet ik. En ligt hij daar ook onder. Dan ligt hij ook onder. Als je pakt het, zij gaat door naar de finale. Peet. Jammer, maar. Jammer. Je hebt er een hoop aan gedaan, maar ze was net ietsje sneller of je zat er net naast. Ja. Je hebt moedig gedragen. Nou, eens even kijken. Je kwam met 100 gulden. Gaan we afrekenen. Hier is 1, 2, 200 gulden van gemaakt. Dankjewel. Nou, dan kan ik weer een paar mondharmonica's van kopen. Mondharmonica's? Ja. Heb je deze mee? Ja, dat moet hij even laten horen. Even laten horen, hij heeft een mondharmonica. Zo. Geef nog een hartelijk applaus, dat is Peter. Bedankt, man. En wij gaan naar de finale, kom maar. Even kijken, je hebt het maximum bedrag wat je kon winnen tot dusver. Dat is 2400 gulden. Ik zal het niet allemaal gaan uittellen, dit is het in totaal. 2400 piek. Leg ik even naast je neer, want misschien heb je direct nodig om vragen te gaan kopen. Kun je er een heleboel van kopen. 6 stuks in totaal, want elke vraag kost 400 gulden. We gaan spelen voor een hoofdprijs. Misschien zit het erin vanavond. Daar staat hij. En hoe ziet hij er ook alweer uit verder? Hoe rijdt hij? En zo ziet hij er op de weg uit. Sla je 4 keer 21, dan wordt deze wereld van exclusief rijplezier van jou. Het zijn de sierlijke en dynamische lijnen die het uiterlijk van deze auto zo typeren. Motortechniek die staat voor zeer krachtige prestaties. En op de weg is de wagen herkenbaar aan zijn sportief rijgedrag. Als bestuurder geniet je van het comfort en bedieningsgemak van deze luxe gezinsauto. Die plaats biedt aan 5 personen en veel bagage. Dus beste finalist, breng het spel tot een goed eind. Sla 4 keer 21 en hij is van jou. Ja, dat is heel moois natuurlijk. Zeker mooi, ja. Maar die verdien je niet zomaar, daar moet je eerst wat voor doen. Ik heb voor jou 10 vragen. Moet je steeds proberen het goede antwoord te geven. Daarna krijg je een slagbeurt. Probeer zo snel mogelijk 21 bij elkaar te slaan in de finale. Want die heet namelijk Hit 21. Maar we gaan eerst spelen voor deze prijs. Hit 21. Met deze camera schiet je altijd raak. Het toestel stelt zich automatisch in. Een druk op de knop en de techniek achter zijn geavanceerde lens doet de rest. Succes verzekerd. Heel mooi fototoestel.
Nou, even een paar goede antwoorden geven, een paar keer één keertje 21 slaan, dan is die binnen. Hier komt hij aan, je eerste vraag. Het wordt helemaal stil en het licht dimt. Welke volwassen beer is groter? De bruine of de ijsbeer? De ijsbeer? Dat is goed, 2,75 meter. En de bruine beer is 2 meter. Op weg naar de aas of de 10. De 8, dat gaan we nu combineren met een koning erbij, kom je op 11, 10 erbij. En wat ook kan, is een aas of een dame. Volgende vraag. Wordt de vraag naar energie in de komende 10 jaar groter of kleiner? Groter. Natuurlijk, 2% groei per jaar. Wat ga je pakken? Koning, probeer het. De koning. En die heb je. Die staat hier al op 11. Nu alleen nog even de 10 erbij, dan is het fotoapparaat binnen. In welke maand zijn de reclamebestedingen in ons land hoger? In juli of november? November. Dat is goed geantwoord. 300 miljoen. De 10. En de camera is voor jou. De 10, ze heeft hem. Gelukkig. Eerste prijs is binnen. Dat is altijd prettig. Nog 7 vragen te gaan. We kunnen gaan spelen voor de tweede prijs. En hoe ziet die eruit? 2 keer 21. Deze tv staat voor een wereld van kijkplezier. Een groot en haarscherp beeld. Aansluiting voor videocamera, teletext met geheugen en natuurlijk stereo-weergave. Kortom, deze tv laat niets te wensen over. Een hele mooie televisie. Kun je voor gaan spelen, maar dan moet je wel je fotocamera inleveren. Ja, ben je daartoe bereid? Ja, ik ga voor de televisie. Oké, camera gaat weg. We gaan nu spelen voor de televisie. Komt je vraag aan. Welke provincie heeft minder inwoners? Limburg of Drenthe? Drenthe. Dat is goed geantwoord. 450.000 hebben ze maar. Limburg een miljoen. Op weg naar de aans op de 10. Ietsjes te snel weer die 8. Maar misschien combineer je op dezelfde manier. Heer erbij, 10 erbij. Of een aas en een dame. Volgende vraag, de 5. Nog 6 te gaan. Welke eenheid is groter? Een bataljon of een compagnie? Een bataljon. Dat is goed, want er bestaat uit meerdere compagnieën. Prima. Goed hoor. Wat ga je nemen? De heer? De heer, probeer. Oh. De aas krijgen we nu. Nou, dame erbij, daar ben je ook rond. Volgende vraag. Onder welke naam is Norma Jean Baker beter bekend? Madonna of Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Tuurlijk, Norma Jean wants to be a movie star. Oké, op weg nu naar de vrouw, de dame. En die heeft ze. Goed zo. Precies op tijd. Eens even kijken, je hebt nu nog 4 vragen over en we kunnen gaan spelen voor een nog mooiere prijs. En hoe ziet die eruit? Sla je 3 keer 21, dan ga je de reis van je leven maken. Voor 2 personen een vakantie in het Caribisch gebied. Vanaf Schiphol al in tropische sferen comfortabel vliegen naar het paradijselijke eiland Bonaire. Verblijf in een luxe village, gelegen direct aan het strand vlakbij een jachthaven. Gastvrije mensen en 9 dagen lang genieten van al het lekkers dat dit eiland te bieden heeft. Zon, zee en witte stranden. En zowel boven als onder water een ongerepte natuur. Kortom, dit is een reis om van te dromen. Lijkt het je wat? Ja, natuurlijk. Ja. Fantastische reis naar Bonaire. Maar je moet je wel realiseren, het licht gaat steeds sneller lopen. En je moet je televisie inleveren. Je hebt nog 4 vragen. Doorgaan? Ja hoor. Oké, gaan we door. Televisie gaat weg. We gaan spelen voor de reis. Let op. Wie ontving in 1 jaar meer dan 800.000 brieven van fans? Elvis Presley of Mickey Mouse? Mickey Mouse? Dat is goed! Ja! Hij heeft ook iedereen netjes teruggeschreven. Oké, op weg naar de aas of de 10. Ja, de aas is binnen. De helft van het werk is gedaan, nu alleen die 10 nog. Spanning stijgt. Nog 3 vragen te gaan. Je moet het kunnen halen, volgens mij. Voor welke bokser duurt een gevecht langer? Een prof of een amateur? Amateur. Helaas, een prof van 10 tot 15 ronden en een amateur 3 ronden. Er is nog niks aan de hand. Nog 2 vragen. Welk land stond vaker in de finale van de wereldkampioenschappen voetbal? Nederland of Duitsland? Duitsland. Duitsland. Helaas wel, maar dat is een goede antwoord. Nou. Concentratie. Pak die 10 en die reis is voor jou. Iets is te laat. Een dame erbij. Hoe moeten we de nu gaan combineren? De 8 erbij. Laatste vraag.
Is de temperatuur van vloeibaar lava hoger of lager dan 100 graden Celsius? Hoger. Hoger natuurlijk, hè, want al die stenen die branden. Op weg naar de 8. Oh. Een heer, hoe zitten we nu? 6 of 16? Jij hebt nu geen gratis vragen meer, je moet nu gaan kopen. Er ligt daar 2400 gulden. 400 gulden per vraag. Je kunt ook zeggen, ik stop ermee. Nee, maar je televisie was al weg. Ja, daarom. Nee, nu gaan we door. Hoppakee, ja. Daar hebben we het geld. Oké, dat is de eerste vraag. Let op, komt ie aan. Kijk, wat moet ik nou nog hebben? Je moet nu de 7 en de 8 erbij de hebben. 7 en de 8, ja. Komt ie aan. Vraag. Wiens stem werd eerder op een grammofoonplaat vastgelegd? Enrico Caruso of Frank Sinatra? Hoi, even kijken. Doe de eerste maar, dat is een gok. Ah, dat is een goede gok. Enrico Caruso natuurlijk, die leeft in 1921. Oké, nu de 7 of de 8 pakken. En waar zitten we nu? Een boer erbij. Even kijken, we zitten nu op 17. Wat zou er nu nog bij moeten komen? Kan het nog? Kan het nog? Het kan niet meer. We maken het bord schoon. Maak het bord eens even helemaal schoon. Oké. Je hebt nu nog 2000 gulden. Je kunt nog vragen gaan bijkopen. Doen? Of zeggen 2000 gulden en ik neem het mee. De televisie was je al kwijt. Nou, dan gaan we toch door. Oh, dan gaan we toch gewoon door. Goed zo. 400 gulden. Nou, een tweede volgende keer. Vraag. Tweede keer. Duur geld, dure vraagjes, hè? In welke stad stonden de eerste parkeermeters? In Amsterdam of Den Haag? Den Haag? Dat is goed geantwoord. Op weg naar de A's of de 10. De A's is binnen, gelukkig. Oké, zo gaat hij goed. Nog één vraag moet je gaan kopen. De volgende 400 gulden. Nog nooit zo snel zoveel geld uitgegeven. Het is allemaal echt geld, hoor. Ja, wel leuk zo. Ja, wel gezellig. Quizje. Kost een beetje geld, maar maakt niet uit. Hier komt hij aan. Welke vraatzuchtige vis wordt langer? De haringhaai of de kathaai? De kathaai? Oh nee, de haringhaai. Nog een vraagje kopen? Ja, natuurlijk. Ja, we zitten er toch voor, hè? Ja. Oh, de stapel slinkt. Hier komt hij aan, volgende vraag. Nou, deze weet je wel. Welke zoon van Adam en Eva was vreedzamer? Kaïn of Abel? Oh, die weet je wel. Het verhaal staat in de Bijbel, dus het wordt vaak verteld. Je hoeft niet echt christelijk voor te zijn om het te weten. Abel. Dat is goed, gelukkig. Gelukkig. Want Kaïn die vermoorde Abel. Oh ja, dat is waar. Weet je het nog? Ja, ik wist er maar niet van. Dus. Ja. Oké, maar gelukkig zei je de goede. Op weg naar de 10 heb je de reis. Waar staan we nu? De 8. We hebben nu een aas en we hoeven nu alleen maar een 8 te hebben. Moet je een vraag kopen? Ja. We gaan voor de reis. Point of no return is bereikt. 800 gulden had je nog. 400 gulden ligt er nu nog. Er komt de vraag aan. Was het casinobezoek in 1991 hoger of lager dan in 1990? Was het in 1991 hoger of lager dan in 1990? Hoger. Hoger is goed, gelukkig. En nu de 8. Pak de 8. Annette, kom op. Concentreer je. Oh, en een 7. Hoe zitten we nu? Kan het nog? Dat komt erbij komen op 20. Heb je alleen maar een boer nodig? De laatste 400 gulden. Gaan we die besteden of meenemen naar huis? Ja, dat gaat ook... Nu gaat ook alles uit de kast. Nou, even een applaus voor Annette. Want het is erg moedig. Ze heeft al 2400 gulden nu moeten uitgeven. Daar komt hij aan. Welke partij kreeg na de laatste verkiezingen in Israël meer zetels in het parlement? De Arbeiderspartij of de Likud-partij? De Arbeiderspartij. Dat is goed geantwoord. Het is eruit. Nou, en nu die boer nog. Kom op, probeer het. Ja! Ik denk dat iedereen ontzettend blij is. Ja, ik ook. Zelf ook. Hartstikke mooi. Want je hebt 2400 gulden en alles moest besteed worden om uiteindelijk die laatste kaart te pakken. Het is je geluk. Oké. Met wie ga je? Met mijn man. Met je man natuurlijk. En mijn kinderen. En je kinderen. En mijn kinderen, ja. En wanneer?
Ja, een keer voor de zomer, denk ik. Oké, ik wens jullie een hele goede reis. Dank je wel. Dames en heren, tot volgende week zaterdag, want dan zijn we er weer met Casino Royale. Tot dan, dag! Aflevering van Skybaan. De ontwikkeling van de luchtvaart is voor een groot deel te danken aan hobbyisten die in hun achtertuintje aan hun uitvindingen werken. Straks een uitgebreid portret van deze nieuwe pioniers. Nu nieuwe erotische avonturen in Joy and Love.